Ja, we zijn live. Wat superleuk. Goedemorgen. Ja. Ik zal mij voorstellen, ik ben Hansje Kok en jij bent... Torsten Wakker staat in beeld. Mooi, keurig. Hè? Het is echt niet te geloven. En wie zijn er hier 's morgens om 8 uur? Ja. Ja. Hoe kan het? Maar het is zo. Ja, en uitgerust? Altijd. Wat ik wel heel mooi vond vanmorgen, dat vertelde ik je al, is dat ik opstond en ik echt naar buiten keek en dacht, oh wauw, het begint gewoon alweer licht te worden. Dus je staat weer op met het licht. En dat voelt zo fijn. En toen vroeg ik aan jou hoe jij dat vindt. En toen zei je, ik heb datzelfde al de hele week. Ja, ik ben ontzettend blij ermee. Dat is echt, dan heb je het gevoel dat de goede dagen er weer aankomen. En dat we niet met z'n allen in Spanje hoeven te overwinteren. Nee. Nee, en ook als ik nu naar buiten kijk, hè, het is echt bijna blauw. En ja, het is heel fijn om dat weer mee te maken. Volgens mij krijgen we best een mooie maart. Dus, nou, het is ook 1 maart vandaag. En dat is een speciale, bijzondere dag. De dag dat wij weer live gingen, of gaan, over zichtbaarheid en AI. We hadden eerst het nieuws, hè? We hebben eerst nieuws, ja. Het is doodeng. Het gaat maar door. Het gaat. Oh, je geluid valt even weg. Eens even kijken. Het gaat maar door. En door. En je geluid is weg. Even kijken. Ik heb een... Ja, je bent er weer. Ja, alleen ik hoor jou niet, dus dat scheelt. Oh. Dat is dat. Nou, ik vertel ondertussen het nieuws en dan mag jij zo praten en dan ga je kijken wat aan de hand is. Dit is grappig. Wacht even. Althans zou ik echt zo willen dat mijn digitale AI-assistent dat direct kan regelen. Ben ik nu te horen nog steeds? Jazeker, heel goed. Okay, en nu hoor ik jou ook weer. Hè, gelukkig, wat is het toch heerlijk. Nou, nieuws op AI-gebied. Sommige dingen zijn wat minder leuk, sommige dingen zijn erg leuk. We weten niet waar het naartoe gaat. Maar een van de grootste bedrijven ter wereld, Klarna, als je iets in een webshop koopt... kan je de afhandeling laten doen financieel via Klarna. Dus als je zegt, ik wil een nieuw bed kopen, kan je dat in delen betalen bijvoorbeeld. Klarna doet dat dan. En die zet AI in op haar klantenservice. Oké. Ja, dat is oké, zou je denken. Dat is natuurlijk oké. Is dat oké? Weet ik niet. In ieder geval, het kost 700 voltijdbanen. Mm-hmm. Dus dat is ernstig. Er zijn dus 700 mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Er wordt ook niet meer... ingevuld. De reden daarvoor is dat de gemiddelde responstijd tussen een menselijke klantenservice-medewerker en AI, die daalde van 11 minuten naar 2. Dus de klant wordt gewoon in 9 minuten sneller geholpen. En de klantenservice staat nu gewoon... Oh, je vervalt weer een beetje weg. Eens even kijken. We horen je niet. Klopt dat? Torsten, je bent weer gemute. Nou, Torsten die zoekt... Er gaat iets niet goed. Nee? Er gaat iets niet goed. Ik ga er even uit. Dat is misschien het handigste. Ik weet niet of het handig is, maar ik ga het even doen. Is dat handig? Ja, hè? Ja. Ja, het mag. Nou, toen was ik alleen over. Superleuk. En het is inderdaad waar dat op dit moment komt er best wel naar voren dat het toch meer banen gaat kosten dan dat ze ooit hadden bedacht. Ook in Nederland maken we ons daar ook wel een stukje druk over. Ik hoop echt dat Torsten snel terugkomt. Het is wel gezellig als hij er is. Het nieuws dat mij ter oren kwam was eigenlijk een onderzoek waar ik op stuitte. Dat heeft Neil Patel gedaan. En die heeft ChatGPT vergeleken met Gemini en gevraagd welke van de twee nou eigenlijk beter is. En de onderzoeken die zij hebben ingestart, daar kwam best wel naar voren dat Chat
het eigenlijk moet afleggen tegenover Gemini. Gemini doet het op gewoon een aantal punten gewoon een stuk beter. Maar wat ik het meest interessant vond van dit hele verhaal is dat hij naast Gemini en Chat ook de persoon zelf heeft neergezet. En hij heeft dus getest hoe dus... als jij een stuk schrijft op een social of je doet het via een chat of een Gemini, welke nou uiteindelijk een beter resultaat heeft. En op de lange termijn is dat wel degelijk dat wat een mens schrijft. De mensen zijn langer betrokken bij het stuk, ze lezen langer door. En weer helemaal van me opgepakt. Daar is opeens Torsten weer. Hey, je bent weer. Ik ben te vertellen over Gemini, menselijk en ChatGPT. Het onderzoek van Neil Patel. En het blijkt nog steeds dat als wij een stuk schrijven als mens zijnde, dat mensen langer doorlezen, minder snel afhaken en eigenlijk er ook een beter gevoel aan overhouden. Dus hoe leuk ChatGPT ook is en hoe goed het ook is, het kan nog niet op tegen onze menselijke kracht. Daarnaast, wat er ook op dit moment heel veel gebeurt, is dat eigenlijk al die machines, die herkennen eigenlijk elkaar. Dus op het moment dat er een stuk geschreven wordt door een ChatGPT of door een Gemini, dan wordt dat ook herkend door een andere machine, zoals een social. En die ziet dus ook wel dat het eigenlijk samengesteld is. Want een ChatGPT of een Gemini of die andere die jij hebt, die zijn namelijk niet origineel. Zij kunnen alleen maar samenvoegen dat wat er al is. Ze kunnen niet iets nieuws daarop verzinnen. En dat wordt dus op die manier ook gezien. Nou, nu mag jij verder met Klarna. Ja, fijn dat je het even overnam. En zo ziet iedereen dat het gewoon echt live is. Dus als er iets fout gaat, dan gaat er ook iets fout. Ja. En dat zie je dus, dat zie je dus nu net. Nou, het is dus zo dat Klarna dus 700 voltijdbanen bespaart door AI in te zetten. De klanten van Klarna worden sneller geholpen, 9 minuten sneller. En de klantenservice staat nu gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week over, terwijl open, terwijl alle klanten nu in 35 talen geholpen worden. Dat is nogal wat. Er wordt ontzettend veel geld mee bespaard door Klarna. En dit is wel een van de eerste, denk ik, hele grote partijen die nu in het nieuws is gekomen. Maar dit is dus wel wat er aan gaat gebeuren. We zien tegelijkertijd dat de ChatGPT en Google's Gemini, dat was Bart, de AI-assistent met de virtuele assistent van Google samengevoegd, die maken een hele schoksgewijze groei door. Je ziet aan de ene kant dat gebruikers langzamere responstijden ervaren en dat de responsen minder nauwkeurig zijn. Jongens, let op, AI kan hallucineren, dat is een net woord voor liegen. En anderzijds zijn er gewoon bloopers. Vorige week deed Gemini van Google prachtige afbeeldingen maken van nazi-soldaten in 1942, waar 2 van de 4 waren zwarte mensen. Dus die zaten zwarte mensen in een nazi-uniform. Nou, vergeet het maar, dat is echt gewoon onzin. En daarom heeft Gemini, de afbeeldingenmaker, daarom heeft stilgelegd. We moeten natuurlijk niet vergeten met z'n allen dat we de groei van AI op dit ogenblik live meemaken. Wij als publiek zijn zowel de gebruikers als de testers. En dan krijg je dus dit soort dingen. Maar als je het voorbeeld van Klarna net ziet, het gaat niet weg, het blijft. Aan de andere kant, de videomaker van ChatGPT is een technisch hoogstandje. Sora, ik heb het vorige week al geïntroduceerd. Ik heb deze week in mijn LinkedIn-tijdlijn heb ik daar een bericht over geschreven met een voorbeeld van wat Sora maakt. En je krijgt gewoon een totale bioscoopervaring door 1 zin, dus 1 prompt, 1 commando, tot leven te laten brengen. Het wordt nog getest. Interessant is overigens dat Sora nog niet in de Europese Unie ter beschikking is, vanwege alle privacywetgeving die we hier hebben. En Sora laat op de introductiewebpagina's ook zien waar het fout gaat, waar ze nog aan moeten werken. En dat is best leuk, want dan zie je echt gewoon dat het echt de wetten van de natuurkunde, we kunnen niet door een muur lopen bijvoorbeeld.
geweld wordt aangedaan. En na weet het, de eerste fotomanipulatie en videomanipulatie, dus het creëren van nieuwe foto's en video's, wordt nu ook het maken van muziek, bijvoorbeeld voor intro's en outro's, door AI ingehaald. Adobe brengt nu een eigen muziekmaker uit, waardoor je je eigen muziek kan maken om bijvoorbeeld je YouTube-video's te laten begeleiden. Of Hansje, voor jou, want jij bent echt helemaal podcastgek, met het ook gewoon de podcast te laten maken. En dat is ook weer jammer, want ik ben heel erg benieuwd van wat je net vertelde over het herkennen dat teksten zijn gemaakt door AI en door mensen. Of dat ook zo is als jij je intro's en outro's laat maken door een echte persoon, wat jij doet. Nog even terug. Van de week heb ik een real life after gemaakt met mijn eigen iPhone. Dat ziet er goed heel goed uit. Maar het is ontzettend komisch om te zien. Als je dan bijvoorbeeld de vrouw van de stem, of de stem van de vrouw erbij doet. Dat kan je dus allemaal doen. En ik spreek dan op dat ogenblik bijvoorbeeld ook een vloeiend Mandarijns. Dat is Chinees. Daar had ik. Ik dacht eigenlijk dat ik daar een soort 3D-afbeelding van moest maken. Dat is helemaal niet zo. Dat ging heel makkelijk. Maar Alibaba heeft ingenieurs. En die hebben met één plaatje. Dus één plat plaatje en één audioclip hebben ze een volledige 3D-video gemaakt van verschillende mensen. In dit geval de Mona Lisa. Ik schrijf daar volgende week in mijn tijdlijn op LinkedIn, zie je daar een afbeelding bij. En dat is wel eng, hè jongens, een plat plaatje en één stukje audioclip. Mona Lisa is gemaakt door Leonardo da Vinci, een Italiaan. Italië bestond nog niet als land, maar oké, het is een Italiaan. En wat spreekt zij in de video? Shakespeare's Engels. Nou, het enge is dat niet alleen het gezicht heel erg goed beweegt. En je ziet iedere keer als ze spreekt, zie je haar nekspieren ook bewegen. Maar op het schilderij zit ze dus met haar hand zo. En op een gegeven moment doet ze dus zo met haar hand. Dit hebben ze toegepast ook op bijvoorbeeld de lang overleden actrice Audrey Hepburn. En dat is best heel eng om te zien. Want ik zag het verschil gewoon niet meer. En dat is best wel grappig. Als laatste nog even. ChatGPT komt met een eigen zoekmachine. Chat wordt financieel gesteund door Microsoft. Die heeft natuurlijk Bing. Maar ziet nu ook wel dat er allerlei AI-zoekmachines beginnen te ontstaan. We hebben al eerder in dit programma hebben wij Perplexia aangekondigd. Hebben we ook laten zien op onze tijdlijnen. Kijk, het is live. Hè? Je hoort de hondjes nu van Hansje. Dus dat betekent dat ook daar iets gebeurt. En hoe Apple daarover gaat, dat doe ik straks in de 1 minuut van Torsten. Superleuk. Ja, ik hoorde al dat er echt ontwikkelingen zijn. Eens even kijken. Nou, dan gaan we naar de vragen van de dag. Die gaan vandaag allemaal over zichtbaarheid en over wat wij willen gaan lanceren. Zijn we er klaar voor? Wij zijn er klaar voor. Mooi, daar komt-ie. De eerste vraag. Waarom is het belangrijk om zichtbaar te zijn? En ik ga een vraag stellen. Ken jij mijn buren? Ken ik wat? Ken jij mijn buren? Jouw buren? Ja. Jij bedoelt de fysiek naast jou wonend? Ja, ja, ik ben er gisteravond nog geweest eten. Nee, die ken ik niet natuurlijk. Nee. Ze doen ook niks om zichtbaar te zijn. Dus de kans dat jij ze gaat leren kennen. Ja, dat is goed. Is best wel heel klein. Ja. Dus in dat opzicht, als je dus zichtbaar wil zijn, dan moet je daar moeite voor doen. Daar komt het op neer. Dus als je mensen wil ontmoeten, moet je dus ergens naartoe. Dat kan in fysieke vorm. Wat heel erg leuk is, want ik hou ook best wel van fysiek samen zijn, als je me niet aanraakt. En dat is een andere vlog. Daar gaan we niet over praten. Maar dat zou je kunnen doen. En als dat bijvoorbeeld hier een straatfeest is, dan is de kans dat je mijn buur ontmoet bijvoorbeeld wel aanwezig als jij langskomt. Dan heb je ze nog steeds niet online. En ik denk dat het toch heel belangrijk is om je verspreidingsgebied groot te maken. Als jij een online ondernemer bent of iemand bent die gevraagd wil worden voor dingen, dan zul je toch jezelf moeten laten zien daar. Ben je het met me eens?
Ja, absoluut. Ja. Weet het, nou heb ik niet de behoefte misschien om jouw buren te leren kennen. Maar ze zijn inderdaad echt wel lief. Wat zeg je? Ze zijn echt wel lief. Ik heb ja, nee, dat geloof ik ook. Weet het, goed. Ik kom daar niet zo vaak, dus ik kan daar niks over zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je zichtbaar bent op allerlei sociale media platforms en weet ik het allemaal, dat je gevonden gaat worden en dat je daarmee dus volgers krijgt. En die volgers kan je weer omzetten als je een goede productpagina's hebt in kopers. En dat is eigenlijk waarvoor we het doen, want alleen een website hebben is niet meer genoeg. En je moet gewoon laten zien dat je expert bent en in jouw gebied. Punt. Ja. Op welke platforms ben jij al vindbaar? Nou, het grappige is, dat heb ik vanmorgen om 5:30 zitten invullen. Want ik kreeg een berichtje van Google. Dat mijn bedrijf tijdelijk gesloten was. Dus of ik dat even wilde bijwerken. En dan zie je dus dat ik inderdaad een website heb. Dat ik meedoe op Twitter, YouTube, LinkedIn en Facebook. Instagram. En iedereen zegt altijd dat je naar je TikTok moet gaan, maar ik weet niet of ik dat ga doen. En waar ik het meeste nu meekrijg is over AI op LinkedIn. Daar krijg ik de meeste contacten mee. En over veerkracht op Facebook. En dat is echt heel grappig dat die splitsing erin zit, terwijl ik eigenlijk beide vermeng. Want ook dit wordt weer uitgezonden ook op mijn Facebook pagina. En op LinkedIn. Dus dat is heel erg leuk. En wat het meest grappige was, ik was een paar weken terug was ik op een conferentie in een zaal. En toen kwam iemand naar me toe. En die zei van, volgens mij ben jij Thorsten Bakker. Ja, want ik volg jou op LinkedIn. Ja, sorry. Dus ik had even niet door van dat in de 2.500 mensen die mij volgen op LinkedIn, dat die dat was. Dus dat heeft, wat ik daarmee probeer te zeggen, is dat het ook dus in het echte leven gewoon belangrijk is dat je dat hebt. En dat je dus impact maakt met hetgeen wat je doet. Ja, zeker. Alleen, dan moet je er wel zijn. Ja. En dan moet je wel regelmatig posten. En dan moet je ook doen dat volgens het algoritme, wat het algoritme van je vraagt. Ja. En dat doen we dus. Ja. En ik heb een bloedhekel aan het algoritme, dus ik blijf zoveel mogelijk bij mezelf. Dat doe ik stiekem ook. Hey, ja. We hebben een comment. Oh jeetje. Goedemorgen, Paula de Bruin. Hé, hey, goedemorgen. Wat ben je weer vroeger bij? Ja, wat gezellig. Ja. En je hebt je lippen gestift, zie ik. Dat gaat mooi. Dus. Ja, dus waarom is het belangrijk om zichtbaar te zijn? Nou ja, dus dat je zeg maar ergens bent en dat mensen zeggen, oh, maar ik volg jou op YouTube of op LinkedIn of ik heb wel eens wat voor je van voorbij zien komen. Het is ook, wat ik bijvoorbeeld heb met mijn podcast, is dat het ook een soort van boek is wat je dus kunt uitgeven. Dat je Paula zegt LinkedIn lukte niet. Geen idee waarom het niet lukte. Ja. Maar via Facebook hebben ze het gevonden. Dus dat is hartstikke goed. Ja. Gelukkig zitten we maar op 5 kanalen. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, dus eigenlijk weet je, dat wat je uitgeeft en wat je dus uitstraalt en waar je jezelf laat zien, dat is ook een soort van presenteerblaadje over hoe mensen met jou contact kunnen opnemen, wat je doet in het dagelijks leven en noem maar op. Dus buiten dan wat jij dan hebt, ik zit dan niet zo echt op Insta, je kunt me er wel vinden, maar ik zit er niet op. Ik zit dan op Threads. En ik heb dan, zeg maar, op Spotify en iTunes heb ik natuurlijk mijn podcast lopen. Dat is, zeg maar, dan mijn uitbreiding op, zeg maar, sociaal nog extra gezien worden. En ik doe niet aan Twitter. Dat heet trouwens ook geen Twitter meer, dat heet X, toch? Ja, maar ik zeg gewoon Twitter. Dus als ik soms ook de Twixen snoepje met de chocoladerepen nog Raiders noem. En dan zeggen mijn kinderen, heb je het over? Dus ja. Ja, ik wil dat ook nog wel eens zeggen. Jeetje, hoe oud zijn we dan wel niet, Thorsten? Ja, daarom dat je GPT in leeftijd weg. Kom, laat het niet vertellen. Want ik bedoel, we hebben het al gehoord over de buren, onze leeftijd. En nu, oh nee, dat gaan we niet meer doen. Dus, maar voor die twee oudjes die hier zitten,
Ja. Moet je zien hoe actief we zijn met alle nieuwe structuren. Nou, ja, we schelen nogal in leeftijd hoor. Dus, maar niet in mindset. Dat is, we zijn zo jong als wat. Ja. Even afmaken bij het volgende punt. Vroeger had je 7 contactmomenten en dan wist je dat je een orde ging scoren. Dat is nu gewoon 42. Ja, het is... Jeanette van Brugem, oh Jeanette, ik hou van je. Jullie zijn heel jong van geest. Ik hou van je. Maar dit, we gaan het doen. Ja. Dankjewel. Dus zichtbaarheid is gewoon belangrijk. Daar komt het eigenlijk op neer. We kunnen het... Het lijkt zo'n open deur, jongens. Maar echt waar, je moet het doen. En daarom zeggen we het eigenlijk. Als je kijkt naar het aantal mensen bijvoorbeeld dat op LinkedIn zit, is 11 miljoen Nederlanders. Die zijn erop geregistreerd. Maar als je vervolgens dan kijkt hoeveel mensen er nu regelmatig iets plaatsen... Was 6%, toch? Ja, dat is echt shocking. Dat is dus echt van die 11 miljoen, 6%. En ja. Nou ja, wij zijn in ieder geval... Wij zijn er. Wij zijn er. Ja. Wij zijn er. Dus. Zeker. Dan gaat naar het volgende punt, hè? Ja. Waarom kun je dat het beste doen in een community van gelijkgestemden? Waarom dan, Hansje? Vertel dat nou eens even. Jij hebt het vast zeker wel iets over te vertellen. Daar heb ik ook zeker iets over te vertellen, want ik ga even met jullie een stukje traumatherapie in. En We zitten bij een andere show. We zitten compleet niet bij een andere show, want alles haakt in elkaar. Dat weet jij ook wel. Een van de dingen waarop wij leren, en dan gaan we dus ook even terug naar de opvoeding, dat is monkey see, monkey do. Dus op het moment dat jij iets voorgedaan krijgt, dan kun je dat nagaan doen. Nou, alleen dat al zou enorm goede behulpzaam zijn om zeg maar dat in een community te doen. Waarom zeg ik nou traumatherapie? Dat heeft te maken met het feit dat we eigenlijk niet in staat zijn om heel goed zelf te reguleren. Heel moeilijk woord. Het betekent eigenlijk om jezelf weer tot rust te brengen. Op het moment dat er heel veel stress en angst aanwezig is. Nou is zichtbaarheid en presenteren zijn een van de grootste angsten die we hebben. Dus er is heel veel angst. Dat betekent dat er heel veel stress is. En als jij dat alleen gaat doen en je gaat dat helemaal zelf verwerken, ben je heel erg zeg maar best wel lang bezig om met meditatie en noem maar op, al die dingen weer tot rust te komen. Maar stel nou voor dat je in een groep zit en je voelt daar de angst op komen. En jij kunt iemand aankijken die op dat moment gewoon heel rustig is, zichzelf helemaal lekker voelt. Dan stelt jouw zenuwstelsel, dat is heel erg mooi, verbindt zich met dat andere zenuwstelsel. En dan reguleer je samen. En dan gaat je hartslag naar beneden. En dan ga je zeg maar, gaat de angst een stuk naar beneden. Dus alleen dit principe, als je dat al zou begrijpen, besnap je waarom het handig is om in een groep met gelijkgestemden, die dus allemaal weten hoe ontzettend veel stress het is of angstig het is om live online te gaan, samen te werken. Nou, dat was mijn verhaaltje. Is het een beetje, is het te veel vakjargon? Nou, ik heb een niet-traumatische opmerking, om het zo even te zeggen. Kijk, het klopt natuurlijk allemaal precies wat je zegt, want dat is altijd zo bij jou. Het is alleen zo dat ik het van een iets andere kant bekijk. Er is geen enkele ondernemer, ZZP'er of kenniswerker of dergelijk, die 's morgens uit zijn bed wordt gehaald. Je moet weten waarvoor je uit je bed komt. En wat dan heel erg makkelijk is, is dat je afspreekt met iemand van dit ga ik deze week doen, dit ga ik zo doen. En dat doe je dan eigenlijk altijd met een community of een gemeenschap van mensen die gelijkgestemd zijn. En wat bedoelen we daar dan mee is, ja natuurlijk alleen kom je verder of ga je harder, maar samen kom je verder. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat in een community, wat een rot wordt eigenlijk community, maar het dekt beter denk ik de lading als gemeenschap. Maar een groep van gelijkgestemden die samen weten waar ze naartoe gaan, waarom ze dat doen en dergelijke. En dat is dan misschien mijn
niet traumatische uitleg. Hoewel alles wat ik gezegd heb klopt. Ja, nee, het is een combinatie natuurlijk daarvan. Maar jij vroeg specifiek aan mij waarom ik vind dat. Nou, dan is dit een punt wat bij mij altijd opkomt. Ik heb genoteerd dat ik het niet meer ga vragen. Nou ja, okay. Dat is denk ik juist een mooie aanvulling. Wat ik zelf namelijk geleerd heb. En ik denk dat wij heel vaak ook spreken vanuit het punt. Ik ben daar zelf geweest. En daardoor begrijp ik het beter. En we hebben alle twee alleen gebuffeld. En we hebben getracht het allemaal voor elkaar te krijgen. En op het moment dat wij in communities kwamen. Of met gelijkgestemden aan het werk gingen. Was het zeg maar dat... dat er iets gebeurde. En dat wij in een stroomversnelling kwamen. En dat is dus niet boekenwijsheid. Of we hebben het ook ergens gelezen. Nee, wij hebben dat zelf ervaren. En daarom zeggen we ook dat een community werkt. Ik ben nu zichtbaar op Funda. En daar druk mee. Dat gaf bij de eerste bezichtigingen voor mij zeer veel stress. Voor mij zijn jullie jonkies hoor. Ja, dankjewel Paula. En leuk dat jij op Funda zichtbaar bent. Ja, dat kun je ook doen. Je denkt van hoe kan ik zichtbaar worden? Ik zet mijn huis in de verkoop. Hebben wij over dit punt nog iets zinnigs te zeggen? Nee. Het meest zinnige kwam voor jou, dus dat is ook goed. Nou ja, en met wie ga je dat in deze community doen? Nou ja, wij hebben dus een community gemaakt. Expert.wailo heet die. En met wie ga je het dan daar doen, hè? Nou ja, we weten op dit moment buiten ons twee om niet wie daar binnen gaat komen. Maar we hopen natuurlijk heel veel mensen. En wij gaan het in ieder geval samen met al die mensen doen. Toch? Ja, nee, absoluut. Ik hang aan je lippen, zwaar. Oh, ja, dus, want zorgen ervoor dat je heel veel met ons kunt werken, toch? Ja, kijk, dit is eigenlijk een groep van mensen die verbinders willen zijn. Je moet het eigenlijk zien als dat je in deze groep wordt aangetrokken om zichtbaar te zijn, om jezelf te ontplooien, om bezig te zijn met alles wat je eigenlijk een beetje engetjes vindt, doordat je je in de groep gesteund voelt om te gaan doen. En we hebben zelf gemerkt dat als wij in bepaalde groepen zitten, dat we dan een hele verbindende factor zijn, maar ook een cheerleading factor. Graag onze kennis delen die we hebben meegemaakt. En dat willen we op deze wijze doen. Absoluut. En we zoeken eigenlijk mensen die zeggen, hey, dat is een goed initiatief. Daar gaan we ons bij aansluiten. Huppakee. Ja, we hebben een pilotprogramma. En daar hebben we dus nog wat mensen voor nodig. Ja. En we hebben de vraag gesteld wanneer je vooral niet aan deze community mee moet doen. Nou, toen kwamen we wel op een aantal dingen. Ja. Weet je het nog? Ja, de meeste mensen die denken altijd als ze een polsslag hebben dat ze overal maar mee kunnen doen. Maar wat wij zoeken zijn energiebrengende mensen. Ja. Geen droeftoeters. Die elkaar omhoog helpen. Verder helpen. Elkaar succes gunnen. Geen droeftoeters. Wij staan open voor het echte verhaal wat er is. En dat betekent dat elk verhaal er mag zijn. Maar het gaat niet om zeg maar een klachtenclubje. Dat bedoel je meer, denk ik. Ja. Dus wij zoeken bruistabletjes. Geen zuigtabletjes. Nee. Zou ik het dan maar zo zeggen? En ik bedoel, ik had het in zeg maar hele simpele verwoordingen neergezet als groepen. Nou, als je dat hebt, kom niet. Nee, als je alleen maar het idee hebt van ik meld me aan, maar ik doe er vervolgens niks mee, kom niet. Nee. Wij gaan echt voor de implementatie en succes. Ja, en echt online, gadver. Dat kom ook niet. Of techniek. Ja, daar heb ik nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Kom ook niet. Dus voor die mensen is het gewoon niet. Ik bedoel,
we gaan live online. Daar heb je een bepaalde mate van techniek voor nodig. Je gaat in een groep werken en je gaat online. Dus als dat al allemaal is wat jij denkt van nou, dus niet. Ja, gewoon niet komen. Ja. Wat zoeken dus, we wel? Mensen die gedreven zijn om te inspireren. En ja. Het toekomstbeeld hebben. Dat is wat we zoeken. We zoeken mensen die aan betrokken relaties bouwen. Dat is wat we zoeken. We zoeken mensen die meerwaarde willen leveren om zichzelf en anderen verder te brengen. Toch? Ja, ik noem dat altijd een groeigroep. Waar wat jij een groeigroep. Dus een groep. Ja, okay, ja. Een groep die met elkaar wil groeien. Die start op een bepaald punt. En meestal is een groep net zo goed als de langzaamste. Geldt in dit verhaal ook. En als jij die langzaamste ook mee wil nemen. En dat is het mooie daaraan. Dan kom je allemaal aan de finish. En we hebben gezien hoe het werkt. Fantastisch. Ja. Dus. Afgeleide van een veerkracht AI groepje. Ja. Ja. Alleen we zoeken geen groepje. We zoeken een groep. Ja. Dus waar zoveel mogelijk verschillende mensen aan kunnen deelnemen. Mannen, vrouwen, oud, jong, dik, dun, kleuren, maken allemaal niet uit. Wees gewoon jezelf en zoek je plaats. Ja, want wat gaan we doen? Weet het. We hebben een programma gemaakt dat heet In 28 dagen live online met je buddy. Ja. En de bedoeling is dat in 4 weken tijd... Kan je eerst even uitleggen wat een buddy is, want... Weet je dat niet? Jij bent mijn buddy. Ja, maar de rest van de wereld weet misschien wat een buddy is. Plups. Een buddy is iemand waarmee je eigenlijk zegt... voor nu ga ik samen met jou dit traject doen. Het is iemand die je zoekt in een groep. En waarvan je dan zegt... wij gaan de oefeningen samen doen. En met elkaar gaan we dan live. Dus dat deden wij ook. Wij vonden elkaar. En wij hebben eigenlijk er heel erg voor gezorgd dat... wij gingen groeien met elkaar. Ik bedoel, jij vertelde, ik ben hiermee bezig. Dan zei ik, jee, heel goed. En dan vertelde ik, ik ben hiermee bezig. Dan zei je, jee, wat goed. Of dan zei ik, ik loop hier tegenaan. Dan zei je, oh, ik wil wel even met je meedenken. En omgekeerd, als jij ergens tegenaan liep, zei ik, nou, ik wil ook wel even meedenken. En op die manier groei je dan met elkaar. En dat is eigenlijk wat je doet met een buddy. En op een gegeven moment zeiden we, zullen we samen live gaan? Toen zeiden we, oh, bibbers. En, dat zeiden we niet, dat voelden we. Nee, we zeiden het zelfs ook. Ja. We zeiden ook, oh, het is eng, hè? Ja, dit is heel eng. Ik had 3 plastic emmers met van 10 liter omheen staan om het over te geven op het moment dat kon. Maar ja, dat is wel zo. We hebben samen die groei doorgemaakt en vandaar dat we nu hier gewoon een beetje makkelijk zitten te kwikken. Dat is niet makkelijk, want er zit heel veel voorbereiding aan vast. Maar het is wel zo dat we elkaar er doorheen hebben getrokken. Want dan heb je het weer. In je eentje ga je het misschien sneller, maar ga je dit nooit doen. Nee. Of denk je, dat voorbereidende werk, dat gaan we dus ook uitleggen. Welk werk doen wij van tevoren? Hoe kom je tot een goed platform? Hoe zorg je dat iets dat het aan jou, bij jou klopt? En als je wil interviewen, welke techniek gebruik je dan? En het grootste gedeelte putten wij uit onze grote ervaring. Met daarnaast gewoon alles wat we hebben uitgezocht. En dat is behoorlijk wat. Dus dat kun je van ons krijgen in heel veel Q&A's en in masterclasses. In 28 dagen. Dus ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Heb jij er zin in? Hey, hartstikke. Wat is nou leuker om je eigen groep op te richten? Nou ja, we hebben ook in onze community hebben de galerij van mensen die online zijn geweest. En ik ben zo... Ik kijk zo uit naar het moment dat daar allemaal van die fotootjes verschijnen van al die mensen die online zijn geweest. Jij ook? Ja, het is ontzettend. Ik ga al die fotootjes uitvergroten en hier aan de muur plakken. Echt waar. Het is helemaal geweldig. Nee, dat wordt echt hartstikke gaaf. Nou ja... waarom je dus niet mee moet doen, hebben we denk ik wel duidelijk gemaakt. Ja. En waarom wel? Waarom wel? Ben je een bruistabletje? Doe mee. Wil je een bruistabletje worden? Doe mee. Wil je verder komen? Doe mee.
Nou ja, vooral als jij zegt van ja, nou, nu is mijn tijd. Ik wil opstaan. Ik wil ook inderdaad zichtbaar worden. Ik wil gaan staan voor mijn kennis. Ik wil gaan staan voor wat ik de wereld in wil gooien. En ik voel dat de wereld anders aan het worden is. Dus ik moet daar en mag daar nu iets mee gaan doen. Ja. Punt. En natuurlijk zijn onze ondersteuningen zijn met wat we allemaal geleerd hebben. Dus ook alle vragen omtrent artificiële intelligentie die je hebt, kunnen gewoon beantwoord worden in onze Q&A's. Mag ik even aandacht voor het feit dat Hansje nu voor het eerst in al deze afleveringen in het Nederlands AI uitspreekt. Artificiële intelligentie. Hiervoor was het iedere keer AI. Dus dat komt allemaal goed. Gewoon een kwestie van inpeperen, dan komt het goed. En nou ja, dat is dus de goede invloed van je buddy. Ja, naar de woon. Ik zie hem. Ja, ik zie het helemaal. Zie de andere kant. Ja, ik zie het aan de andere kant. Dus hetzelfde. Okay. Goed. Nou, dan gaan we dus naar het nummer 1 geheim dat wij hebben. Ja, nou, wat is het nummer 1 geheim? Tada! Hansje, vertel het. Laat ons niet in de spanning meer. Ja, doe gewoon mee. Maar jij had het film beter. Ja, doe gewoon mee in onze community. Weet als je wel. Mee wil doen met de ABK-formule. Ja. En dat was? De authentieke bakker-kok-formule. Wat stond voor aandacht, boodschap, kop hem erin. Mm-hmm. Dat gaan we doen. Zeker. Ja. Dus als je je dan wil aanmelden, dat kan. Op deze. Kosten. De eerste 2 weken niks. En als het van start gaat, is onze cursus €99. Goed. We gaan het doen. Want we gaan van start. Ja, want we gaan van start op 15 maart. Ja. De naam van de groep is dus experts, want we zoeken mensen die experts zijn en zich als expert willen neerzetten, zichtbaar worden en dergelijke. Dat is het leuke. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. En dan als je het van Brugge hebt, je bent ook een schat, hè? Expert.wijlen.space, dankjewel. Fantastisch. We gaan het doen. En Paula, ben je toch ook fijn met je joepie? Ja! Ik kan nog iemand anders bij zeggen van joepie de, maar wacht, dat zeggen we niet. We zijn er net de show. Oh, dus daarover gesproken. Volgens mij is er toch een biografie over hem uitgekomen. De man achter joepie de Pie. Is dat zo? Ja. Nou, wist niet. Zo af en toe, dan lezen we nog eens iets tussendoor dat je denkt, oh, ja. Wat grappig. Okay. Wij gaan naar de minuut van Thorsten. Ja, de minuut van Thorsten is... Ik was van de week op een bijeenkomst over AI. Dat zou wel gek zijn als ik dat niet was, maar ik was daar. En toen werd mij verteld wat de invloed is op AI. Wat je gewoon in je dagelijks leven merkt, zonder dat je weet dat het eigenlijk AI is. Het eerste was dat mijn iPhone zei, terwijl ik onderweg was. Ik stel mijn iPhone zo in dat als ik een afspraak daarin plan, dan zeg ik de reistijd erbij. Maar ik zet er ook bij dat ik mijn seintje moet geven wanneer ik weg moet. Dus als ik naar Hansje zou rijden, zou ik daar misschien 30 minuten voor moeten nemen. Normaal zou het in mijn hoofd zitten, over 30 minuten moet ik weg. En dan geeft die iPhone een signaaltje van nu moet je weg. Maar het zou kunnen zijn dat er een ongeluk is gebeurd, waardoor de reistijd langer is. En op dat ogenblik zegt mijn iPhone, piep, je moet nu weg. Dat is dus 1 kwartier eerder als ik dat had gedacht. Nou, dat gebeurde me van de week ongeveer ook zo. Ik ging naar die afspraak toe en er was een file. En wat zegt mijn iPhone niet alleen van het duurt langer. Dat zegt natuurlijk gewoon de routeplanner. Maar vervolgens zegt mijn iPhone ook, zal ik jouw contactpersoon, puntje, even een berichtje sturen dat je later bent. En toen dacht ik, oeps, dat is nieuw. Maar dat is wel een vorm van de digitale assistentie die we straks allemaal krijgen. We zullen allemaal een eigen persoonlijke digitale assistent hebben. En dat was een voorbeeld van. Ik kwam er op die conferentie en toen werd mij het voorbeeld gegeven van iemand die gesolliciteerd had ergens. En op een gegeven moment tijdens het proces werd gevraagd om voor een camera te gaan zitten. En dan liet ze
ja, een bedrijfsfilm promo zien. Waar onder andere de Vrijdagmiddagborrel werd ingetoond. En het feit dat we met kerst een kerstpakket kregen en dergelijke. En er werd in die film dan getoond dat dat open werd gemaakt. En iedereen blij en natuurlijk, huppakee. En dan werd door middel van AI werd de microbewegingen rond de ogen en de mond van die sollicitant werden gemeten. Om te kijken of die wel op de goede momenten aangaf dat het best wel erg leuk was. Want dan konden ze bepalen of die er ook bij hoorde. En dus ook aanging op de momenten dat het bedrijf dat belangrijk vond. Waardoor die een aanvulling zou kunnen zijn op de workforce die er al was. Toen dacht ik, oké. Dus wij moeten de hele tijd gaan zitten lachen als we ergens zijn. Nou, dat zijn best wel dingen die ik even aan moet wennen, onrustbarend vind en al die andere dingen meer. Dus dat was het dan weer voor vandaag. Ik dank u hartelijk. Het was een fantastische minuut. Graag gedaan. Het is iedere keer weer een waanzinnig moment om even gewoon achterover te leunen en te luisteren naar wat er allemaal aan de gang is. Je zou eigenlijk nieuwslezer moeten worden. Ooit over nagedacht? Nee, ik heb net het boek ingesproken. Oh ja, dat is ook leuk. Dat is leuk en ik heb er een heel leuk filmpje op. AI zou dat natuurlijk weer beter kunnen, hè? Maar AI kan niet de humor meenemen die de schrijfster van het boek erin had meegenomen. Dus dat is leuk. Klopt. Zoals ik al dus vandaag eerder vertelde, dat op dit moment zijn dus de resultaten nog steeds zo dat menselijke dingen nog steeds belangrijk zijn. Veel belangrijker. Menselijk content. Door mensen gemaakt content, ja. Dus. Nou, ik heb nog wat tips. Ben jij er klaar voor? Ik weet ze, dus kom op. Lieverds, zie jullie jezelf straks in die portretrij in onze galerij hangen in de community? Ik wel. Ik zie jullie daar al. En dan ben je dus live online geweest samen met je buddy. Hoe zou dat er voor je gevoel uitzien? Ik denk dat het waanzinnig is. En de mensen die er waren, hebben jullie toegejuicht, aangemoedigd en dat voelde echt werkelijk fantastisch. Je hebt zelf nog een goed interview of masterclass gegeven. Dus ook daarin ben je echt mega stappen gaan zetten. En het allermooiste, je bent niet gestorven. Je leeft en je voelt de adrenaline door je lijf gaan. Want je hebt het gedaan. Jullie hebben het gedaan. Jullie zijn live online geweest met je buddy. Dus als dit verhaal jou nu pakt en je denkt, yes, dat wil ik ook. Schrijf je dan in bij onze community. En je kan dat makkelijk doen door naar expert.wijno.space te gaan, zoals er staat. Of zet het gewoon even met het woord verbinding onder deze uitzending. Dan nemen we even contact met je op en dan komt het ook goed. Absoluut. Het is gebeurd. Er is een hele zware last van mijn schouders afgevallen. Het is alsof je kind aan de wereld geeft en de wereld gaat er iets mee doen. Maar oké, wij gaan er ook voor. We leren ervan. En we leren er met elkaar ervan. Want het gaat zeker om een groep van gelijkgestemde verbinders, experts. Ja, fantastisch. Ik heb zoveel zin in. Daarom. Nou, dan zijn we aan het eind van deze uitzending. Wij komen volgende week gewoon weer terug. Volg ons op LinkedIn en Facebook, YouTube, Spotify, enzovoort, enzovoort. Dan zie je en hoor je ons over AI en alles wat ons gewone mensen, dus niet de nerds, interesseert en ons leven makkelijker maakt. Ik zou zeggen, fijne dag. Fijne dag, doeg!